Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Reske en vandaag voor jullie episode 3 van Road to Life Minigun. En vandaag is het met Flooded. En Flooded vind ik normaal gezien altijd wel leuk voor free-for-all, maar niet voor, voor Domination ofzo. Dus dat wordt best wel grappig. Dit is ook echt mijn allereerste potje die ik vandaag speel. Ik heb ook even wat drink bijgepakt om een beetje wakker te worden. Want ik denk dat ik ook altijd slaap als ik dat speel. Ik heb echt een reactievermogen van een dode slak. Dat is hopelijk boost daar een beetje. Maar in ieder geval, ja, Flooded. Voor free-for-all is het super chill. Maar we gaan geen free-for-all spelen, want we spelen Domination. In ieder geval, dit is mijn klas, de MTOR met even kijken, grip en een muzzle break. En verder is support, setcom, ammo crate en ballistic vest. En that's it. Ballistic vest, ik weet nog steeds niet wat ik ervan moet zeggen, wat ik ervan moet vinden. Want sommige mensen, als zij het hebben, dan is het zo fucking overpowered. Alleen als ik het gebruik, dan kun je er gewoon helemaal niks mee. Dat is gewoon fucked up. En ik denk dat ze van rechts komen dit keer. Meestal komen ze wel links, daarom ik verwacht dat mijn team is links zal regelen. En dat hebben ze volgens mij ook gedaan. Want er kwam niemand aan, dus. Oké. We moeten in ieder geval ammo crates zien te halen. En als we die eenmaal hebben, dan. Dan halen we weer de volgende en de volgende. Ik hoor er een. Liepen daar eentje nou? Ik weet niet, man. Ik hoor dat al een voetstap, maar ik weet niet of dat. Oh, ik kon het zeggen. Dat is wel. Kijk, als zit er in mijn hoofd of zo, ben ik al echt gek geworden. Dat weet me nooit. Oh, mijn god, check mijn aim. Dit is echt mijn eenmaal als ik net wakker ben. En ja, net wakker. Meer sportje in ieder geval. Want het is nu 2 uur of zo. Ik heb net vergeten en alles. Dus ik ben niet net wakker. Maar ik heb ook nog niks anders gedaan. Beetje op YouTube rond kijken. We hebben triple cap. Of bijna dan. We zijn nu band cappen. Nou hebben we triple cap. Dat is de vraag waar spawns. Ik hoop hier. Dat zou echt het meest ideale voor mij zijn. Nope. Zou dat gewoon moeten? Nee, ze spannen gewoon bij C achter een noob. Ik dacht dat mijn team is wel bij C en B zaten. Ik denk dat de spawners zijn bij A. Want als je kaart kijkt, er is niemand bij A. Ja, inderdaad, ook niemand bij C. Jezus. Echt, ik heb echt idee dat ik gewoon helemaal niks raak schiet nu. Weet je wel, zet ons setcom even neer. Ontspan nou wel bij A. Ik hoorde hem lopen, maar hij kwam niet hier naartoe. Hij ging naar de A-vlag toe. Wordt tijd dat ik even mijn ammo crate krijg. Ik ben benieuwd wat erin zit. Oh mijn god, die kerel die lag. Oh jongen, jezus, zie die kerel. Dolle mens. Oké, we gooien hier even onze M-crit neer. Even kijken wat erin zit. Ik zit altijd hier. Dit is echt een plek waar heel veel mensen totaal niet lopen. En ik best wel vaak. Altijd even zien naar beneden. Oh leuk. M22, maar armor piercing. Dan moeten ze eigenlijk een juggernaut hebben. Want die zal dan niet lang overleven met dit wapen, joh. Armor piercing, dat is sowieso wel beter tegen juggernauts volgens mij. En een light machine gun. Extra voor ammo. We hebben ballistic vest. Die gooien hier ook even eens neer. Volgens mij zijn we kapot aan het domineren. Even serieus. Want we hebben constant triple cap. Iedereen in ons team zat fucking goed. Holy shit. Die enemies hebben niks te zeggen. Kijk dit jongen. Check dit team van mij. 0 of 6 op 0. 5 op 0. Ik dan 7 op 0. Waar zitten ze? Ik verwacht dat hier omhoog zou komen. Maar dat doen ze niet. Ofwel. Maar zeg, ik dacht ineens mijn ogen ook wel te zien. Hé hey jongens, kom eens tevoorschijn. Ik heb geen zin om een zetel te lopen. Want je kunt geen acties doen met lime zingen. Dat is altijd een beetje een nadeel. Je kunt niet lekker springen en om de hoek even en al die shit, weet je wel. Je bent best wel traag en ja, je kunt er eigenlijk niks aan doen. Ja, die spanning gaan lopen heeft ook niet heel veel zin. Gelukkig zie ik een eindje lopen. Zitten we A? Hopelijk krijgen zij A en C eventjes. Hoppakee, we hebben weer bijna onze volgende ammo crate, man. En dat trouwens mijn setcom pas, hè. Ah, 10 kills. Ik heb pas 1 keer mijn setcom. Als ik die ballistic vest niet had genomen, zou ik nou wel weer mijn ammo crate hebben. Daarom zit ik al twijfel, moet ik wel of geen... oh shit, dan moet ik wel of geen setcoms, nee sorry, ballistic vest erbij doen. Want dan haal je vaak die ammo crates op rij. Ja, dit is gewoon fucked up saai, dus ik zou dit met de lime machine op en neer lopen. Ben ik er, zijn ze dood. Jezus. Oké, daar zit iemand. Ik hoor iemand springen, denk ik, waar is dat nou? Maar even, ja, dit is fucked up man. We gaan toch weer cappen. Er liep er een achterdoor. Er zit hier sowieso iemand. 100%. Ik weet het zeker, waar zit die vent? Ja, hé, we blijven zo rondjes lopen. Wat is dit voor saaie match? Oké, ik ga nou gewoon vol op C af. Ik heb toch niks te verliezen. Het is support, dus het maakt niet uit wat er gebeurt. Nou gaan we proberen fucking kills te maken. Oké, we hebben in ieder geval onze setcom, zien we daar ook wel zitten. Dat is al één voordeel. Oké, ik zet hier al die setcom neer. Oh, leuk man. Ja. Vliegen alles. Headshot. Ik schoot niet op zijn hoofd, man. Ik schoot op zijn benen.
Maar ja, dan gaan we weer die kant op. Jezus Christus, ik heb nog nooit zo'n saai meegemaakt. Ja, ik heb wel zo'n saaie match gehad trouwens. Free for all dat ze geen 30 kills kunnen maken, omdat gewoon niemand elkaar tegenkwam. Dat is ook altijd grappig. Is mijn kill? Oké. Okay. We gooien onze M-crate neer. Hopelijk krijg ik nou een submachine gun, dat ik even iets sneller rond kan rennen. Komt er een recht aan. Oké, okay, ook goed. Een shotgun, dat is ook goed. Daar heb ik niks op tegen. Alleen, dan moet ik nou al NMC komen. En alsjeblieft niet, laten we niet niven. Oh shit, die kill is te snel, man. Wacht erbij! Niet zo snel! Ik ren echt zo snel als ik kan. Wait, wait, wait. Oh, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dat zou killen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dit is eigenlijk stom wat ik nou doe. Ik had nog een blitzig vest. Zal die keer op mij afkomen? Ik denk het niet. Oh, what the fuck? Dit is een lelijke spot, maat. Oh shit, ik zit vast. Oké, ik ga die niet challengen. Dat heeft geen zin. Shotgun van mij die heeft geen range en ik weet dat ze daar, of in ieder geval net toen ze op mijn schoot zaten in de vette. Daar liep iemand of niet? Dat was een teammate. Oh, teammate. Ja, ik heb weer een vlaggetje erbij. Ik kon natuurlijk wel die wins hebben. En, wauw. Wat is dit? Zie mij rondrennen, zoeken, echt zoeken naar die mensen. Verstoppertje. Hier misschien? Als ik nou weer niemand tegenkom. Jezus, dit meen je weer! Fucking hell. Laat mij meekappen. Kijk wat puntjes. Ik heb mijn ammo crate gemold. Ik weet alleen maar god niet waar dat ding lag. Oh, die lag aan de andere kant in het water, hè. We gaan even naar B toe, want heel dat rond C en A kom ik niemand tegen. We gaan gewoon vol op B af. We hebben niks te verliezen, behalve wel een 15 streak. Dat is een beetje. Wacht, als ik nou naar een 15 streak, hè. Ben ik eigenlijk op weg naar een campstrike. Heb ik echt alle kills met de wapen gemaakt? Of met wapens gemaakt? Ik denk het wel dan. En dat moet wel. Shit, daar liepen ze. Hopelijk zien ze me niet. Oh shit, niet water. Oh, wacht, het is niet diep. Het is ondiep water. Nee, ik kan niet zwemmen. Jezus. Wat is dit? Ik kom niemand tegen, maar. Het is echt verschrikkelijk. Het mooiste is dat ik eigenlijk op een streakje zit, wat ik helemaal niet in de gaten had. En dat ik nou helemaal niks kan doen. Hierboven misschien. Het is niet ideaal dat ik een shotgun heb nou. Want nou kan ik ook niemand neerschieten die een beetje afstand heeft. Misschien dat ik hier overheen kan springen, daar werkt. Ja, die mensen die rage quit. Kijk maar, het is vier, we hebben vier enemies, dat verklaart ook een hoop. Oké, okay, ik neem aan dat team is dat wel fixen. Wat is dit? Ik ga gewoon, ik heb niks te verliezen nou. Ik ga gewoon door het midden heen. Ik ga op C af, ik denk dat ze wel op C zitten, heel eventjes. Niemand? Hoe kan het? Ik hoor hem lopen, nee. Ik kan het zeggen, ik hoor hem lopen. Ja, je hoort het soms best slecht in deze map vanwege dat water. Je denkt van, is er nou de water ook horen of zijn er de enemies? Oké, okay. Maakt niet uit. Oh shit, ik kan niet zwemmen, zeg ik net. Dit gaat er niet mijn dood worden, hè. Ik kan niet zwemmen. Oh shit, dit is perfecte timing. AFK, altijd leuk, free kills. 18 om 0, met dit. Dat is toch erg, jongens. Waarom zijn er nou zo weinig enemies? We hebben bijna gewonnen en dan is de match gewoon afgelopen en dan heb ik gewoon geen campstrike. Ik kan er echt niet uitstaan. Hopelijk spant hier iemand. Setcom, altijd leuk. Nee, ik had gehoopt dat hier ergens een free kill was. Wauw. Enemies, hoeveel zijn er? Wacht, ze zijn allemaal gejoined. Nee, het is afgelopen man. No way! 19 om 0! Met dit! En ik heb gewoon een hele match gespeeld met 19 kills. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, jongens. Dit is denk ik echt het toppunt. Een hele match rondlopen, maar 19 kills kunnen maken in een match. In een nog best wel kleine mappen. Ik vind het best wel erg. Wat ik wel jammer vind, is dat ik op zich op een mooie streak zat. Ik zat op 19, maar ik helemaal niet in de gaten had. Dus ik ging op weg naar mijn campstrike. Dus ik hoop dat het leuk was. Laat een like achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.